Vandaag in BM Talk de salesmanager van NEP. De facilitaire hoek is hem niet vreemd gezien zijn carrière bij NOB, Camco en Team Facilities. En hoe gaat het nu met een van de grootste facilitaire partijen van Nederland? En wat zijn de ambities van Ralf Wagenaar? Ralf, welkom. Dankjewel. Je bent al sinds 1990 werkzaam in die facilitaire hoek. Zeker. Wat trekt jou daar zo in aan? Ik ben er eigenlijk ingerold door... Ik heb 1 keer gesolliciteerd, helemaal in het begin. Dat is bij Kees Kools van CSC. Een klein zelfstandige die een verhuurafdeling op heeft gezet. En eigenlijk wel de omgang, zeg maar, de manier van omgaan, zeg maar, binnen die wereld. Het was zeker in de begintijd ook wel een beetje, had het een hoog cowboygehalte. Wat het spannend maakte, ondernemerschap, er zat van alles in. Zit er een kleine cowboy in je? Er zit wel een kleine cowboy in me, ja. Maar die is wel volwassen geworden, die is wat een stukje ouder geworden inmiddels. Gerijd, maar ja. Maar deze cowboy heeft een flinke tour gehad door het medialandschap. Ja. Hoe heb je zo overal doorheen bewogen? Nou, eigenlijk is dat een beetje als vanzelf gegaan. Wat ik net al zei, 1 keer gesolliciteerd en daarna werd je of gevraagd voor een rol of een functie of kwam je ergens terecht, ja. Was het als kleine jongen al dat je wist, ik wil iets in de media? Nee, of was het vooral de saleskant die je aantrok? Nee, ook niet. Nee. Want eigenlijk zijn mijn eerste 10 jaar waarin ik veel van banen vind. In het begin, zeg maar, om de 2, 3 jaar zat ik weer bij een andere werkgever. Was het vooral planning eigenlijk wat ik deed. Dus het omgaan met mensen, het snel anticiperen op vragen van klanten. En daar is wel al een beetje het sales traject begonnen te bloeien bij me. He, want aan de telefoon met een klant krijg je op een gegeven moment de gelegenheid ook om iets te verkopen of om een klant enthousiast te maken. Ja. Ja. En nu bij NEP. Wat kenmerkt jou dan als sales manager? Wat kenmerkt mij als sales manager? Waarin probeer jij je te onderscheiden? Met eigenlijk de dienstverlening die wij hebben ten opzichte van de concurrent natuurlijk. Dus wij... een goede visie, focus op zeg maar hoe wij onze 1G-winkel zeg maar neerzetten in de markt. Ja, want binnen NEP richt jij je vooral op de 1G-tak, hè? Ja. Jullie hebben iets van 100 man. Er werken 100 man op de 1G-afdeling, ja. Waarvan ongeveer 70 operationeel, 30 in de back-office, ja. En als je kijkt naar het afgelopen jaar, 2020, het coronajaar en inmiddels 2021 ook voor een stukje. Bijzonder jaar, ja. Hebben jullie snel kunnen schakelen vorig jaar? Ja, zeker. Ja. Maar eigenlijk was het eerst wat ons overkwam, dat er een week echt volledig stil viel. En dat langzaam zag je alle programma's teruggegeven worden door opdrachtgevers. En dat was natuurlijk even schrikken. Alleen hier is een compliment naar onze directie op zijn plaats hoe daarop geanticipeerd is. Er werd meteen een crisisteam zeg maar in werking gesteld. Er werd zeg maar wekelijks een webinar gegeven waar onze collega's, het personeel, geïnformeerd werd over de laatste stand van zaken, het contact met de RIVM. Waardoor er zeg maar een hoop onrust weggenomen werd op de werkvloer, waardoor iedereen goed zeg maar verder kon gaan met zijn job. Zonder de problematiek van corona in de geleden of te voelen, zeg maar. Ja, maar ik denk dat voor de studioprogramma's een groter issue was. Want ENG, veel nieuws, dat draait natuurlijk gewoon door. Dat blijft doorhobbelen. Dat is een continuïteit die zeg maar niet stopt. Nou, wat was er moeilijk aan 2020? Wat was er lastig? Het spanningsveld, zeg maar, van hey, wat gaat er gebeuren? Moeten we mensen gaan ontslaan of niet? En dat hebben we gelukkig met z'n allen kunnen voorkomen. Dus dat was wel een spanningsveld wat niet een mooi vooruitzicht had. Maar om eens wat op te doen, in de maand september bijvoorbeeld, je ziet langzaam zag je zeg maar een stijgende lijn ook zeg maar in de aanvragen. Iedereen gaat zich weer resetten. Je ging ook zeg maar heel creatief nadenken over hoe kunnen wij producties toch mogelijk maken. Door bijvoorbeeld project Rembrandt met van schermen, dus de schilders met schermen zeg maar naast elkaar, zodat ze elkaar niet konden besmetten eventueel. Of dat in ieder geval coronaproof toch de opnames door konden gaan. Dat heeft het eigenlijk wel gerust. Dat in september geloof ik zelfs een nieuw record hebben gebroken. Dus het is wel heel apart. Het is een heel raar jaar. Nou, vergeleken met de septembers van de jaren ervoor. Die ook heel druk zijn. Maar als je dan zeg maar in zo'n situatie toch nog het zo druk hebt gehad met hele grote projecten.
Dat geeft ook best wel een voldoening. Je zei net al, hè, online gebeurt er natuurlijk een hoop. Wat denk je dat het nog meer verandert überhaupt voor heel NEP, wat de coronatijden heeft gedaan? Nee, ik denk niet dat er heel veel verandert voor NEP. Ik denk dat NEP heel duidelijk heeft laten zien dat ze heel snel kunnen anticiperen op een onverwachte situatie. Ja, dat is jouw saleshart dat nu spreekt? Ja, nee, dat is absoluut een feit. Ja, maar dat is wel zo. En daar ben ik ook heel trots op. Hoe dat top-down gemanaged is door onze directie ook, maar ook door de mensen die op de werkvloer staan. En is een heel groot bedrijf, snel en goed in staat om te anticiperen op een hele rare situatie. Want dat is het eigenlijk wel geweest. Maar hebben we ook niet geaccepteerd dat heel veel dingen nu makkelijker kunnen? Ik bedoel, normaal was het, we willen een verbinding leggen met iemand, we sturen er een camera naartoe. En nu accepteren we ook als kijker al heel gauw dat het gewoon een slechte Zoom-verbinding is, bijvoorbeeld. Dat heeft ook gevolgen, denk ik, voor jullie, of valt het mee? Niet als je het heel goed wil hebben, want dan ben je bij ons aan het juiste adres natuurlijk. Dus, dat soort aanvragen, we accepteren slechtere kwaliteit op sommige momenten. Ik bedoel, ik niet per se, maar je merkt wel dat veel, gebeurt online. We hebben af en toe verbindingen gewoon met een telefoontje. Dat vindt voornamelijk plaats in de corporate markt. En daar is een andere kwaliteitsnorm, dat hoeft niet per se, dat kan ook trouwens, hè. Vergis je niet, want Shell of de overheid, die eisen wel bepaalde kwaliteitsnormen. Maar daar ligt niet per se de focus. Andere schermen waar je naar kijkt. Is het in deze tijd moeilijk om aan goede mensen te komen? Ik zie vaak veel wervingscampagnes op allerlei vlakken voorbij komen. Ja, het is moeilijk. Er zijn meer mensen beschikbaar. Hè, doordat er natuurlijk ook elders bedrijven of omvallen. Zullen er wel last van. Maar goede mensen, zeker als het op operationeel vlak, zijn wij heel kieskeurig. Waarom? Omdat wij alleen maar het beste van het beste willen. Maar goed, dat klinkt als een verkooppraatje, maar dat is natuurlijk wel zo. Maar dat is logisch. Ik bedoel, we willen allemaal, welke organisatie je ook hebt, wil je het beste van het beste. Wat heel vervelend is dat je dat zo'n kaarman die wij scouten. En dat zijn echt hele intensieve gesprekken waarin we iemand behoorlijk het hem van de lijf vragen. En dat gebeurt meestal in een driehoeksverhouding. Twee crewmanagers. En of ik of een andere manager die vooral kijkt naar van hoe gaat iemand zich later binnen het bedrijf vestigen. Is het dezelfde bloedgroep of niet? Heeft hij de juiste motivatie om kamerman of geluidsman te worden? Of om settechnicus of om kende technicus te worden? En daar zijn we wel heel erg secuur in. Want je leert natuurlijk ook van je fouten. En dus als bijvoorbeeld een vraag waarom wil je nou zo graag kamerman worden? Als het antwoord is ik vind het helemaal te gek om te reizen. Dan ben ik al vrij snel klaar met het gesprek. Dan zeg ik, dan moet je stewardess worden. En dan wens ik je heel veel succes. En bij wijze van spreken. Maar dat zijn wel Krijg je dat soort reacties vaak? Nee, niet vaak. Want het voortraject is er. Er is al een voorselectie geweest. En er is al natuurlijk. Maar een heel belangrijk onderdeel is ook technisch testen. Heeft iemand de handelingssnelheid die wij graag zien? En wij gaan iemand niet opleiden. Want dat is. Ik kom nu eigenlijk op een heel belangrijk onderdeel waar ik ook heel trots op ben. Dat is het nieuwe talentschap. En bij ons heet het ook bewust, dat is een mindset, geen junior cameraman. Want wie wil er nou met een junior cameraman of een junior accountmanager? Dat is niet, dat vind ik niet een goede omschrijving. Ik noem het nieuw talent. Hè, dat klinkt al veel dynamischer en veel van, ik krijg iets. Ik krijg een nieuw talent. Ik krijg een nieuw talent, daar ben ik nieuwsgierig naar. Maar er is dus wel ruimte, want je zei net niet opleiden, dus er is wel ruimte voor ontwikkeling. Zeker, je hoeft niet meteen binnen te komen als topper. Je hoeft niet, dat kan bijna niet. Dat maken we zelf. Ik heb het wel een keer meegemaakt trouwens, dat we echt aangenaam verrast worden. Maar je komt niet binnen als topper, je komt binnen als een nieuw talent en je moet ervaring opdoen. Dat is wat wij met je gaan doen. En ondertussen gaan we heel specifiek met jou de dingen waarvan we vinden dat ze beter moeten, gaan we je mee helpen. En dat is een proces wat zich in 1 jaar tijd afspeelt. En mijn voorkeur alleen, dat is niet bij iedereen zo, is dat een heel harde
Het wordt duidelijk van tevoren aan je uitgelegd aan het begin. Iedere dag kan je laatste zijn. Want zo gaat de markt ook eigenlijk. Dat klinkt heel cru, maar zo hard is het wel. Elk crew diner is de laatste avondmaal. Nou, gezellig. Nou, ja, dat bewijst. Nou, dat bewijst. Dat is misschien wat overdreven. Maar belangrijk dat je dan al gefocust op zeg maar, het goed willen zijn. En je moet het echt willen. En dat is wat we graag willen terugzien in het eerste jaar. En dat heeft hele mooie resultaten opgeleverd. Waar dus klanten heel blij mee zijn. Je krijgt een jaar om jezelf te bewijzen. Ja. En als het dan tegenvalt, dan heel veel succes ergens dan anders. Dan zeggen we helaas, maar wij zien weinig toekomst voor jou in deze rol. Ja. Kan het zijn dat we misschien iets anders hier ontdekt hebben. Maar daar houdt het dan even specifiek op van. Want waar wij geen behoefte aan hebben, is dat zometeen iemand gepland moet worden. Wij zoeken natuurlijk liever alleen maar mensen waar klanten... Die gevraagd worden. Juist, ja. Dat is natuurlijk... Maar zijn er veel doorgroeimogelijkheden? Ja. Ja, dat is bij NLP is dat absoluut zeg maar een. Als die wens er is, dan kun je zeg maar vele kanten op. Ja. Wat maar we scouten natuurlijk wel heel specifiek op bepaalde. We gaan een gesprek voeren met iemand die graag kamerman wil worden. En niet zeg maar. Die graag wil reizen. Ja. Nee, precies. Nee, dus... Waar wil jij naar doorgroeien nog? Zit je op je plek? Ja, ik vind het... Ja, je mag niet zeggen. Echt, ik heb eigenlijk twee hobby's. Dat is koken en dat is mijn werk. En ik ga echt... eigenlijk bijna iedere dag... Ik wou zeggen naar mijn werk, want dat is niet zo. Dan zou ik liegen in coronatijd. Maar echt met heel veel plezier naar mijn werk. Omgaan met mensen, met artiesten ook bijna. In sommige kamers zijn niet altijd... meest communicatief? Ze kunnen heel communicatief zijn. Maar ook wel, hoe beter ze worden, hoe vervelend soms. Maar dat is juist leuk, zeg maar. Ja. Dat is een leuk onderdeel van het werk. Om daar goed mee... En de juiste man op de juiste plek. Maar wat wil je zelf nog? Ik bedoel, je hebt nog ruime tijd om heel veel ervaringen op te doen. Ja, dit verveelt niet, hè? Want het steeds doorinnoveren, het steeds meegroeien. Ik kom uit een tijdperk waarin je met een papieren agenda, waar geel, als het druk werd, hingen daar geeltjes onder. Tot zeg maar nu, waarin we zeg maar in een vrij moderne manier, waar we het net over gehad hebben. En het doorinnoveren steeds. Er zit ook een spelelement in natuurlijk dat je je concurrent wil verslaan of de beste wil zijn. Ja, dat verveelt niet. Dat spelletje, dat is op de een of andere manier voor mij, zeg maar. Wat mijn wens is om een bijdrage te leveren, dat dit echt een instituut is waar je, maar als je over EEG praat, dan heb je het over NLP-EEG. Ja. Dat is voor mij, zeg maar. Moet daar dan nog iets aan veranderen? Moet het nog groter? Nee, we zijn echt serieus op de goede weg. Ik ben heel trots op wat er... En het heeft zich eigenlijk... een jaar of 8 geleden is dat eigenlijk geboren. Hè? Want een standaard EEG, dan heb je het eigenlijk over een kamerman, een geluidsman en een set. En dat hebben wij zeg maar een beetje uit nood geboren. Er was een samenvoeging met Dutch Shoe en Team. Ja. En dan had je twee EEG-bedrijven in één holding. En de integratiemanager die gaf ons de opdracht mee... En maak een presentatie. Bereid een presentatie voor waarin je zeg maar, die twee bedrijven naast elkaar kan laten voortbestaan. Ja, dat was natuurlijk zeg maar, niet helemaal de bedoeling. En althans, zo hebben wij dat ingeschat. Het team waar ik in zat. En wij hebben ervan gemaakt. Want wat wij meteen zagen is van... Zij hebben een aantal specialties. En dan heb ik het over Dutch Shoe EEG in dit geval. Die eigenlijk al bekend stonden om Candid en kleinkamertechniek. En bij Team was dat zeg maar veel meer multi-EEG. Geschakeld met... Ja, dat samenvoegen. En nou, dan heb je al eigenlijk zeg maar twee extra... Dan wordt je gereedschapskist al een stuk groter. Nou, toen is... maar hoe ga je dat in een presentatie verwerken? En toen is er het idee gekomen van... Ik ga een warenhuis van EEG oprichten. En dat was toen nog een verticaal gebouw met verdiepingen. En de onderste was de dry hire. De eerste verdieping waren de nieuwe talenten die gekweekt werden. Dan krijg je sport en activiteiten, high-end, enzovoort, enzovoort. Nou, dat gebouw is in de loop van de tijd platgegooid en verticaal gemaakt, even virtueel, moet ik zo maar zeggen. Met allemaal ingangen aan de voorkant. En dat zijn het denken in labels. Dat heette toen de tijd, omdat het nog Team heette, Team Air, Team Live. Visie of die strategie die we toen hebben toegepast, die is vandaag de dag nog steeds voelbaar, merkbaar binnen het bedrijf. Wij hebben echt inderdaad zeg maar, allemaal van die specialiteit en mensen die zeg maar, daarmee bezig zijn. En dat maakt het werk echt super, super, super gaaf.
Ik hoor het. De passie druipt er vanaf. Ja. Wil je er nog iets aan toevoegen, Alp? Volgens mij zijn we compleet, hè? Ja, zijn we compleet. Dankjewel. Mooi. Tot zover BM Talk. Tot volgende week. En wie er dan op deze plek zit en wie er dan te gast is, ja, dat is voor u een vraag. En voor mij nog veel meer.